Zakaria, gefeliciteerd met de overwinning. Dank u wel. 1-0. ADO 20. Wat dacht je vooraf, ADO 20? Ja, niet zo makkelijk, maar nooit onderschatten. Maar dat is gewoon. Ik heb wel eerder tegen hem gespeeld en ik dacht, ja, ze spelen wel goed. Dus verder niks. Dus er was geen vorm van onderschatting binnen het team? Nee. Ze zijn gewoon een goed team, dus. Oké. Nou, in ieder geval gewonnen. Ja. Dat is toch altijd even lekker voor het moraal. Als je dan in de rust de kleedkamer inkomt, wat zegt zo'n trainer dan? Ja, hij zegt dat we eigenlijk beter moeten spelen en eigenlijk meer open aan de andere kant. En ja, het was eigenlijk in de eerste helft waren we alleen bezig op bijvoorbeeld aan de linkerkant. En de trainer zei zo van dat je moet openen aan de andere kant. En dan zei hij eigenlijk alleen verder en spelen we best wel goed.
Had hij persoonlijk daarin ook nog een rol voor jou weggelegd? Nee, niet echt. Nee, niet zo echt. Oké. Hey, volgende week staat er weer een tegenstander voor de deur. Zijn er nog een aantal dingen die veranderd moeten worden binnen het team, vind jij? Ja, eigenlijk wel dat we meer moeten openen en niet compact moeten spelen, maar juist groot moeten staan. Oké. Ben jij er klaar voor? Ja. Ja, ik ben er zeker klaar voor. Sam, gefeliciteerd. Mooie overwinning. Ja, ik ben wel blij ermee. Maar ja, de trainer vond wel dat het veel beter moest. Hij was wel een beetje teleurgesteld in ons. Oh, een trainer die teleurgesteld is. Ja. Wat zegt hij dan? Nou, hij vond dat we veel te compact speelden, zoals Zakaria al zei. En dat we veel groter moesten spelen. We moesten de ballen openen. En dat we de middenvelders stonden veel te dicht op de aanvallers. En de verdediging stond ook soms te diep, waardoor de ballen eroverheen kwamen. Ja. En je hebt die aanvoerdersband om. Ja. Ik ga ervan uit dat de trainer jou dan ook wel wat in je oor fluistert om het in het veld wat beter neer te zetten. Ja, hij zegt wel dat ik bijvoorbeeld moet coachen. Dus de spelers neer moet zetten bij hoekschoppen en vrije trappen. Samen met de keeper. Dus op zich vind ik dat wel leuk. Weer een nieuwe trainer, weer een nieuw seizoen. Ja. Hoe is het tot nu toe bevallen? Nou, ik denk wel dat het een hele goede trainer is. Ik merk wel dat hij echt heel veel verstand heeft van voetbal. En dat hij ons ook iets nieuws kan bijbrengen. Jij zegt iets nieuws. Kan je ons vertellen wat dan die nieuwe dingen zijn ten opzichte van andere trainers? Nou, ja, dat weet ik nog niet echt, maar ik denk wel dat dat gaat gebeuren. Maar ook bijvoorbeeld met opene ballen, dat we veel verder naar achter moeten staan en niet op de 16 moeten staan. Ja, dat soort dingen gaat hij allemaal vertellen. Oké, dus daar hebben jullie in ieder geval stiekem een heel goed gevoel bij? Ja, ik in ieder geval wel.